extra voor als je dat vergeten was. Ik ben namelijk een tijdje weg geweest van YouTube. Ik heb 3 weken geleden wel de zomervideo met Mandy geüpload en daarvoor af en toe een New York vlog, maar ik heb gewoon al een maand geen nieuwe content gemaakt. En mijn uploadschema is zo gatenkaas. En dat is niet omdat ik YouTube niet meer leuk vind. Ik vind het nog steeds geweldig. Ik weet niet precies waarom, maar het lukt gewoon even niet meer om video's te maken. Ik gaf school de schuld, maar ik heb nog nooit zo weinig aan school gedaan als de afgelopen 2 periodes. Wat heb ik wel gedaan? Ik heb geen huiswerk gemaakt. Ik heb geen series gekeken. Want ik heb geen Netflix, maar inmiddels heb ik een soort van Netflix van mijn oom. En heel toevallig heb ik misschien Riverdale en 30 Reasons Why gekeken. Ik heb de laatste tijd ook niet zo heel veel YouTube-video's gekeken en dus ook niet gemaakt. Ik heb gewoon helemaal niets gedaan en dat had ik nodig. Mijn lichaam wilde gewoon helemaal niets meer. En nou klinkt het alsof het hartstikke slecht met me gaat, dat is echt niet zo. Het gaat prima met me. Maar ik had gewoon even rust nodig. Ik had geen zin om nieuwe video's te maken, ik had geen inspiratie. Ik dacht er ook gewoon helemaal niet meer aan. Ik denk dat als je ermee bezig bent, dat je het dan leuk vindt en dat je door blijft gaan. En als je er helemaal uit bent, dat je dan een soort van wegvaagt. Tot je er weer in komt en dan heb je er helemaal zin in. Dat had ik laatst ook van die zomervideo. Ik had het gemaakt en ik had zo ongelooflijk veel zin in om te editen en het te filmen en meer te filmen. En ik had er gewoon weer zin in. En dat kwam omdat ik er weer mee bezig was. En ik weer meemaakte hoe leuk ik het vond. De reden dat ik toen geen video's heb gemaakt is omdat ik echt even moest focussen op school. Omdat ik dus niks gedaan had en ik moest die laatste 2 weken niet helemaal verknallen. Wat trouwens gelukt is. Dus ik ben over naar 5 VWO. Maar goed, ik zei dus dat ik niets heb gedaan. Dat is niet helemaal waar. Ik heb natuurlijk niet helemaal niets gedaan. Ik heb ontzettend veel gedaan. Ik heb geholpen bij een fantastische schoolvoorstelling. Ik heb mijn toetsweken overleefd. Ik heb dansvoorstellingen gehad. Ik begon met eens in de week veganistisch eten. Ik ging naar de Feed Awards. Ik meette weer een groot deel van mijn internetvriendinnen in Rotterdam. Ik ging naar de Dutch YouTube Gathering. Ik ging een nachtje kamperen met mijn vrienden. Het was heel koud. Niet leuk. Heel koud. Goedemorgen. Het is zo koud en ik heb buikpijn. Het is 7 uur. En ik heb heel veel meer gedaan. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb weer super veel zin om video's te maken. Ik ben weer terug op YouTube. Ik weet alleen nog niet precies wat voor video's. Ik heb een paar ideetjes. Ik moet even kijken of het gaat lukken om dat uit te werken. Maar ik hou ervan om mooie beelden te schieten en zo muziek te editen en zo. Ik doe echt niets liever. Maar de video's die ik nu maak zijn niet de video's die ik wil maken. Die vlogs, daar vond ik het heel erg leuk om dus te editen op muziek. Ik vind sketches ook super leuk om te maken, zoals die zomervideo. Maar ik vind niet al mijn video's leuk. Ik wil video's maken waar ik trots op ben. Die ik later kan terugkijken en dan niet na een minuut wil stoppen. Omdat ik het gewoon saai vind om naar te kijken. En mijn serie Waffle It maakte ik vaak als ik gewoon geen tijd had voor iets anders. En dat was een soort van backup. En het feit dat ik het als backup gebruikte, maakte het ook dat ik er niet trots op was. De manier waarop het gefilmd was, het licht, het geluid. Ik vind mijn keuken lelijk. En daardoor worden de video's ook lelijk. Ja, ik was gewoon niet trots op Waffle It's. Ook al kreeg ik er super veel positieve reacties op. En wat ik echt heel erg leuk vond altijd. Maar er zullen dus ook minder Waffle It's komen dan ik voorheen maakte. En als het goed is krijgen we dit jaar, hoop ik, nieuwe keuken. En dan Waffle It's back in the game. Zoals ik net al zei, vlogs vind ik heel erg leuk om te editen op muziek en zo met mooie beelden. En ik vind vlogs ook heel erg leuk om terug te kijken omdat het gewoon mooie herinneringen zijn. Maar als ik bijvoorbeeld elke week ga vloggen van een dag of een week vlog of weet ik veel wat, dan zijn het niet meer mooie herinneringen. Want ik beleef gewoon niet elke week iets leuks. En ik zal wel weer als ik op vakantie ga vloggen zoals ik het vorig jaar deed. Dus een week vlog per week. Ik weet nog niet precies hoe lang ik op vakantie ga. Ik weet ook nog niet waarheen. Altijd super goed gepland die vakantie van ons. Ik wil dus mooiere video's maken. Maar naast dat ik leukere video's wil maken, wil ik ook gewoon leukere dingen doen in mijn leven. Ik wil meer genieten van dingen. Ik wil gitaar leren spelen. Ik wil meer met vrienden afspreken. Ik wil meer tekenen en handletteren. Ik ben er dus nog niet helemaal over uit wat dat gaat worden. Maar er komen weer video's aan. En ik kan ook niet beloven wanneer. Want ik heb gemerkt dat als ik 1 keer in de week een video moet maken, ik gewoon niet de tijd ervoor neem die ik ervoor zou willen en moeten nemen. Elke week probeer ik er last minute iets moois van te maken. Maar zoals jullie misschien ook al wel gemerkt hebben, is het een wonder als mijn video op zondag om 6 uur online staat. Dus, geen schema meer. Ik probeer in ieder geval 1 video in de 2 weken te uploaden, minstens. En dat was alles wat ik wil zeggen. Ik hoop dat er iets meer duidelijk is. Ook al is er eigenlijk helemaal niks duidelijk. Maar er komen vaker video's en ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ik ben er in ieder geval blij mee. Ik heb er super veel zin in. Wow, ik heb ook echt nog nooit echt zo'n praatvideo gemaakt. Ja, wel eens, maar daar was ik dan ook niet trots op. Maar ik hoop dat ik niet over een hot. Ik hoop niet dat ik over een half jaar hier op deze video terugkijk en denk, had ik niet gewoon kunnen gaan uploaden? Had gekund. Maar ik wil jullie even voorbereiden op het feit dat ik ga uploaden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!